Het grootste hardloop-evenement van Nederland is op zondag 22 september tussen Amsterdam en Zaandam, de Dam tot Damloop. Een van de 45.000 lopers die dag is Suzanne Peters. Ben je er klaar voor? Okay, ja, zeker. Dat is bijzonder, want Suzanne ziet bijna niets. Ze is afhankelijk van haar buddy Henny om te kunnen rennen. 1, 2, 3, ja. Ja. Ja, kijk uit. Stoeprand. Ja. Stoep. Hoog. En rechtdoor. Nou, Henny begeleidt mij. We hebben dat lintje hier. Daar kan ik een beetje voelen welke kant Henny opgaat. Maar in principe communiceren we continu. Het gaat niet alleen maar over koetjes en kalfjes, maar vooral of we naar links gaan of naar rechts. Het is een kwestie van samenwerken en het is op een hele natuurlijke manier ontstaan. Ondertussen ben je zelf dan heel scherp aan het kijken. Je let op details waar je normaal gesproken niet op lette. Bijvoorbeeld een steentje op de stoep of een losse tegel of een takje. He, als je alleen loopt, dan stap je eroverheen en nu ga je het benoemen. Ja, ja. Rechtdoor. Ja, alles is gevaarlijk in het leven. En het op een trapje zitten of op een trapje staan in huis is gevaarlijker dan lekker hardlopen. Zolang ik gewoon goed luister naar Henny's aanwijzingen, gaat het goed. Natuurlijk, ik ben ook een keertje gevallen. Maar niet met mij toch? Niet met jou hoor. Maar dat hoort gewoon bij het leven. En, rechtdoor. Nou, ik hou sowieso van bewegen. Ik hou van buiten zijn. Met hardlopen, ja, daar krijg je gewoon een goed gevoel van. En het zorgt ervoor dat ik mij gewoon over het algemeen een stuk fitter voel dan wanneer ik alleen wandel. En het mooie is dus dat ik dus in dit geval minder zie en dus een buddy nodig heb. Dus ik hoef nooit alleen op pad. Dus het is altijd gezellig. Prima. Stoepje af. En op